Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb me klaargemaakt, het is 10:15 en ik ga met de buf naar de bioscoop. Ik ga nooit op zaterdagochtend naar de bios, maar we gaan naar Sof 3. Het was vanmorgen of vanavond, nou dan kies ik voor vanmorgen. Want de avond ben ik natuurlijk al helemaal gesloopt, dus we gaan gezellig naar de bios. Wij zijn in de bios en er is wel geteld niemand. Cheers. Ja, dus een theetje bijkletsen en dan naar Sof 3. Elke dag die je gegeven is. Ik ben weer thuis. Oh. Maar het regent. Ik ben gelijk door met de honden lopen. Sof was even... Wij dachten, oh, lekker luchtig lachen. Maar het was ineens heel zwaar eigenlijk. Met een zwaar verhaal. En ja, hadden we even niet op gerekend. Maar hebben sowieso gezellig bijgekletst. En dat is het belangrijkste. Het is een buurt van één huis verder. Het is altijd wel heel fijn om lieve buren te hebben die eigenlijk vriendinnen zijn geworden. Dus dat was een fijne manier om het weekend te beginnen. En nu ben ik dood op. Dus ik loop met de honden buiten en dan ga ik lunchen. En dan ga ik lekker vroeg op de bank liggen. En dan ga ik lekker liggend mijn boek lezen. Schierig aagje. Jongens, zijn natuurlijk uit geweest, heb je gezien. En nu heb ik allemaal spullen bij elkaar verzameld. iPadje voor vlogjes. Telefoon ga ik even reageren op de eigen vlogreacties. En mijn boek. En dan ga ik heerlijk op de bank liggen. Ik vind dat ik dat wel heb verdiend. Het blijft regenen. Ik heb gezellig een kaarsje. Een heerlijk theetje in een vrolijke blondmok. Mijn kleed ligt klaar. Vlogje, kruik. En een hond. Nou, de andere hond ligt boven te slapen. Top zaterdag voor mij. Het zijn de kleine dingen die je doet, hè. De bios was echt al de dagmaker. En we hebben zo gezellig bijgekletst. En ja, weet je, dan weet ik gewoon, heb ik een sociaal ding iets gedaan. En dan weet ik, dan is het even klaar. Dus vandaag en morgen even niks. Ach. Het is bijna 4:00. Dat betekent rusttijd. Ik zag dat er best wel veel nieuwe kijkers waren. Mocht je niet weten, ik ben chronisch ziek. En ik heb een grote pup. Hè? Nee, ik ben chronisch ziek na een auto-ongeluk. En ik heb chronische pijn. En ik ben daardoor ook echt gigantisch moe altijd. Nou, daarbij heb ik nog allerlei dingen, hernia's en dergelijke. Maar dat is echt de basis. En mijn rusttijd is altijd tussen 4 en 6. En het moet echt iets heel bijzonders zijn mocht ik dat overslaan. Dus vandaag ga ik lekker liggen. Het is nog bijna. Dus ik heb nog even een kwartiertje. Ga ik nog even lezen in bed. Irie daar. En dan ga ik echt even slapen. Hard nodig. Ah, veel te vroeg. Lang niet klaar om eruit te gaan. Maar er is iemand beneden aan het roepen. Die is wel al wakker. Ik denk dat we maar gewoon lekker weer vroeg ons bed in duiken vanavond. Dus ik dacht, ik ga lekker naar beneden. Neem ik kruik mee, badjas aan. Ik vind het helemaal prima. Zo, we hangen weer. We gaan naar die kleine. Ja. Het is maandag. Ik zie er nogal wild uit qua haar, maar mijn haar is gewassen en aan het opdrogen. Ik heb echt gigantisch veel krullen van mezelf. Ik moet nog even wat aan doen straks, maar ik moet eerst even helemaal drogen. Want het is nu, even kijken hoor, ik heb het nu 3 uur geleden gedaan. En het is nog steeds, heb ik al begin weggedrooggefeund en het is nog steeds nat. Dus dat zit lekker op. Ik krijg een beetje lamme arm. Kijken of ik hem op kan zetten en een beetje kan gaan hangen. Ja, het doet zo. Ik ben nog vergeten te vertellen dat ik zaterdag in de bios gebeld ben. Door de Bergman Kliniek. Ik zou eigenlijk einde van de week gebeld worden. Over pre-screening voor een prik. Een wortelblok. En dat zou dan nog precies 1 week zijn na die pre-screening. Voordat we op vakantie gaan. Dus ik had dus iets van, dat wordt het niet. Oké, ben ik weer. Ja, ik werd gebeld voor die pre-screening en die man was echt super lief. Die kwam belde op zaterdag omdat hij mijn dossier aan het doorkijken was van de komende week. En dat we dan in tijdsnood kwamen. Dus die, ik zou eigenlijk deze week al geprikt kunnen worden, maar dat kon niet. Dus nu staat hij op volgende week donderdag en we gaan op zaterdag op vakantie. En dan gaan ze 3 dingen inspuiten. Cortison,
pijnstilling en een littekenweefselverweker. Mocht dat er ook zitten, dat dat ook alvast helpt. Dus die, dat is dan volgende week. Nu ben ik bezig met eiersalade maken. We hadden nog veel eieren over, dus ik heb deze. En dit is mijn tip. De ultieme tip om lekkere eiersalade te maken. Ik doe hier alleen mayo bij en de carnaval dip van Duivis. Dat is zo'n dipsaus die eigenlijk voor chips is, maar dit is wel echt heel erg handig. Oh, en hierachter zie je herfst is begonnen. De badjassen van de honden, want het is weer drama qua weer. Ze hebben ze net uit. Ja, het is al bijna rusttijd. Het zit er even niet zo in het vloggen. Ik heb ook veel pijn. Gisteren hebben we echt helemaal niks gedaan. Toen ben ik zelfs naar bed gegaan vroeg, omdat ik helemaal niet lekker werd in de zon van de pijn. Ik had er erg veel last van, dus toen ben ik echt gaan liggen. Boven op bed ben ik op bed gaan lezen. Op het bed gaan liggen lezen, dat ging echt prima. En vandaag is het ook drama, maar dat heeft dus alles te maken met de regen van de herfst, wat ik net zei. Dus ik ben zo blij dat we naar het warme weer gaan straks. Ik ben wel lang aan het praten, maar wat ik nog aan het doen ben is onderweg B&B's zoeken, waar wel honden mogen voor een nachtje. We hebben besloten om in 5 dagen te rijden en dan in 4 stukken, kan ik hem nog wat houden, en dan 1 stuk een nacht extra te blijven. Dus dan rijden we zeg maar 2 stukken en dan bij die overnachting blijven we 2 keer en dan hebben we nog een stuk. Zoiets. Ik weet het zelf ook al niet meer. Maar we gaan in ieder geval ergens 2 nachten. En dan zoek ik eigenlijk iets, wel een leuke omgeving. Of een klein, iets duurder met een zwembadje. Dat we dan even een rustdag hebben. Toen was ik ook bij de dierenarts vrijdag. En voor Bob, zijn chemische castratie en zijn inentingen. En daar zei die ze ook van, ja, het is wel lekker als ze niet 4 dagen achter elkaar in de auto zitten. Het zou in sommige rijden het in 2 dagen. Het is 2300 kilometer. Maar dat is met honden en met mij niet te doen. We hebben een mega dakkoffer. Echt, mijn huis is geen huis meer. Een mega doos, want daar zat deze gigantische dakkoffer in. Kijk, ze is nog groter dan onze kussens van de loungebank. Die binnen staan omdat ze nat geregeld waren. Maar dit mega ding, daar pas ik 3 keer in, denk ik. Die gaat op de Volvo met het idee dat dan mijn stoel zo ver mogelijk naar achter kan. Dat ik kan kiezen of ik ga zitten of liggen. En ik ga ook met de huisarts overleggen of ik meer morfine mag nemen of mijn voetje de pleister extra. En dan ook misschien een slaappilletje dat ik ook wat weg ben en wat afleiding. Ik zag tegen ook al, ik ga echt boeken lezen en muziek luisteren. Dat doen we dan samen, maar ook series kijken, want ik moet gewoon afleiding hebben van die pijn. Dus die voorbereidingen zijn in volle gang. Even een random ding wat nergens op slaat, maar ik ben gewoon even nieuwsgierig. Wat is jouw favo mayo of frietsaus? Van mij Remia, die is echt top. Bramladage heeft deze altijd en dan vraag ik altijd dubbele mayo, omdat echt heerlijk. En zuur hou ik ook van, dus de Belgische mayo's vind ik heel lekker. Die hebben ook wel eens van de Action, maar die heeft zoveel calorieën. Daar kan ik gelijk aan mijn reet plakken als ik dat eet. En Zaanse mayo heeft dat ook. Ik vind het niet altijd lekker, maar dit altijd. Dus die gaat lekker door mijn eiersalade. Het is zoveel lekkerder dan wanneer je het in de winkel koopt. Echt top. En het is zoveel met 6 eieren. Dan hebben we weer wat voor morgen. Kijk, ik moest dingen doen vandaag. Dat schrijf ik altijd op het bord. Oh ja, ik had de apotheek gebeld. Want mijn medicatie was niet goed. Ik had 30 pilletjes gekregen in plaats van 180. Ja, dat is iets te weinig. Geld huis. Ik moet het huis van Portugal moeten betalen. Dus dat moet geregeld worden vandaag. En kaart Helen. Ik moet een geboortekaartje sturen naar mijn lieve vriendin Helen, die bevallen is van Lea. Dus ik ben weer trotse suikertante geworden. Ik heb heel veel lieve suikerkindertjes. En ik heb er nu weer een suikermeisje bij. Dus ik ga haar een kaartje sturen. Ik heb heerlijk gedut. En daar zijn nog eens 2 boterhammetjes eiersalade van vanmiddag. En iets kijken. Ik ben trouwens weer heel braaf met mijn biodermal littekenolie aan het smeren. En het werkt wel.
Op zich nog niet echt de mooiste. Een beetje slagers effect nu, roulade effect. Maar ik weet dat dit wel gaat helpen. Dus ik ga gewoon ook in de vakantie netjes doorsmeren. Het is dinsdag en ik heb me klaargemaakt om met de honden te gaan lopen in de regen. Yay! Het is de middag uitlaat, het is 1:15. Eindelijk heeft Bob een hele ochtend naast me liggen slapen. Dus ik kon heerlijk rustig opstarten, een beetje dutten, een beetje YouTube kijken, een beetje lezen. En nu gaan we de regen in en lopen. Regenjas en laarzen. En we koken vanavond, er is een AVG'tje. Met een vlogje. Ik heb de waterkoker aanstaan voor een kruik, want ik heb weer last met dit warme weer. Dus die gaat lekker mee naar bed. Wel trusten en tot morgen. Het is woensdag en het is al 2:30. Ik heb mijn tas klaargezet. Ik ga even boodschappen doen, bloemetje halen en dan ga ik door naar Sherry, mijn vriendin. Want het is hoog tijd om een theetje te drinken en bij te kletsen. Wat een weer, godverdamme. Ik had mooie bloemen voor Cher gekocht en ook voor mezelf. Dus die ga ik even in het water zetten. Boodschappen. Daar. Ik ga eerst naar binnen en mijn natte zooi uitdoen, want het ging precies regenen toen ik ging fietsen. Zo. En daar zijn de mannen weer. Ja, jij bent blij. En het is tijd om even de boodschappen uit te pakken. En mijn mooie rozen in de vaas te zetten. En ik heb zulke lieve post gehad. Met een hele mooie kaart. Met een hele lieve tekst. Van Kelly. Kelly heeft een Casey Journal uitgebracht. De Kelly Caresse Journal. Zij is dol op journalen. En elke keer als ze een journal kocht, dacht ze, ja, het is toch niet helemaal naar mijn zin. En toen heeft ze gewoon de droom waar gemaakt om zelf een journal te maken. En die heeft ze opgestuurd met twee hele mooie stenen. Eén armband, die ga ik zo omdoen, de jade. En de andere steen blijft bij me. En ik zal hem even laten zien. Die kleur is al helemaal geweldig. En dan heb je hier voor elke dag een invulpagina. En je hebt affirmaties van de dag. Waar je dankbaar voor bent. Wat je dag fijn maakt. De goede gewoontetrekker. En hoe je je voelt te trekken. En ik zag een heel mooi stukje inleiding erbij. Ja, echt geweldig knap als je dit zo zelf uitgeeft. Kijk, daar zit ze hoor. Te journalen. Super lief. Kel, ik ben hartstikke trots op jou. Goedemorgen, het is, oh gaan we weer, woensdag, donderdag. Wat is het? Donderdag, ja. Denk ik. Het is donderdag, het is echt stralend weer. Eindelijk al die regendagen weer. Dus ik dacht, weet je, het is hier lekker warm. Ik pak nog even een bikini dagje mee. 4:00, dat betekent rusttijd. Ik ben een spannend boek aan het lezen, dus die is bijna uit. Dus die ga ik nog even uitlezen. En dan ga ik rusten. En meestal maak Bob me tussen 5 en 6 wel weer wakker. Als ik slaap. En anders gaat hij piepen beneden. Dus dan hoor ik het. Dat hij denkt, ik wil aandacht. Dus tot die tijd ga ik even heerlijk in mijn bedje. Ik heb gerust. En ik dacht, ik ga lekker nog een boekje lezen voordat ik naar bed ga. Maar een vriendin appte. Die was heel verdrietig. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga zo even op mijn fietsje, ga ik daar even langs. En dan ga ik daarna gewoon naar bed. Even een beetje steunen. Ik ben weer thuis. Inmiddels heb ik gelijk door de honden uitgelaten. Dus we zijn klaar om naar bed te gaan. Wel trusten en tot morgen. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is nu weer lekker weer, dus ik ga lekker buiten zitten. Het vestje gaat zo lekker uit. Ik moet vanmiddag even mijn haar laten verven. Ik wil nog even highlight voor de vakantie. Een fris kopje op vakantie. Toen dacht ik, misschien is het wel handig, want ik moet natuurlijk een 1/2 uur, 3 kwartier wachten als het erin zit. Om daar de vlog te editen. Dan hoef ik dat vandaag niet meer te doen. Dus wat ik ga doen is nu alvast de beelden overzetten van deze op mijn iPad. En neem mijn iPadje lekker mee. Ga ik daar de vlog doen. Ik sta me even om te kleden. En het enige wat ik kan denken, omdat ik de honden moet uitlaten. Het enige wat ik kan denken is, ik wil eigenlijk gewoon naar bed. Maar ja, dat gaat niet met deze kleine pup. Die wil aandacht. Ik ga ze maar even uitlaten. Eerst aankleden. Ik ben weer thuis. Het is
een leeuwenbos door het fietsen. Het staat namelijk gigantisch voor wind, maar het is weer lekker blond. We kunnen weer lekker blond op vakantie. Zoveel zin in. En heel chill, ik heb inderdaad die vlog afgemaakt toen ik daar was. Dus die hoef ik op te uploaden straks. Wow, aanval van de honden. En dan hoef ik dat vanavond niet meer te doen. Wilco is er gezellig weer. Die was met collega's naar het padeltoernooi. Iets van een WK of zo. Was dat EK? Wat was het? Wereldpadeltoernooi. Wereldpadeltoernooi. En wij hebben lekker Grieks besteld, dus daar sta ik even op te wachten. Ik kreeg het zo koud van moord en pijn dat ik dacht, dat is de plek waar ik in moet. Dus ik heb lekker mijn bikini aan en ik ga lekker een boekje lezen in de jogging. Ik ga hem hier ook gelijk afsluiten. Voorlopig zit ik hier nog wel even. Ik heb mijn e-reader bij me, dus die ga ik zo lekker lezen. Dus dankjewel voor het kijken. Het was niet zo'n lange vlog deze week. Ik heb ook, ik weet niet, heel veel thuis en veel pijn. Ik dacht, misschien doe ik volgende keer wel een keer, als ik weer zo'n week heb, een dagvlog ertussen. Dat je ook een keer een hele dag ziet wat ik nou eigenlijk doe. Want dan zeg ik, doe niks. Uiteindelijk sta ik dan toch te zwieferen en de was te doen en het bed op te maken. En dat soort fratsen. Maar dat is dan voor een andere keer. Voor nu zeg ik dankjewel en tot volgende week. Doei. Oh. Doei. Doei, Bob.